Wel hallo dames en heren, hartelijk welkom bij aflevering 21 van de Rollercoaster Tycoon 3. Een serie die jullie zo leuk vinden dat ik gewoon verder ga met deze serie. Maar we gaan dit beëindigen. We gaan deze map beëindigen, we gaan iets nieuws doen. En na het intro gaan we nog even een lekker rondje door dit park lopen. Om te kijken wat we allemaal hebben gebouwd. En ja, dat zien we dan wel weer. Oké, people, let's go to work. Nou, wat ik wel jammer vind is dat eigenlijk de Main Street, er is geen Main Street. Het is eigenlijk gewoon een recht pad en je loopt naar de draaimolen. Nou, verderop heb je natuurlijk het hele grote, Rad van Fortuin. Ik noem hem zo eventjes, dit is natuurlijk gewoon de draaimolen. Of de reuzenrad, ik zit helemaal stom, sorry. Nou, toen heb ik daar decoratie toegevoegd, die kwam pas later, het reuzenrad. De tweede attractie was eigenlijk gewoon deze, ja, wat voor sfeer had dit? Een beetje tempelachtig, was een beetje decor had ik hier neergezet. Kon beter, toen kwam de nog niet afgemaakte hangachtbaan, want ik wou heel erg een hangachtbaan. Had in mijn ogen een hele leuke layout, ik vond hem best wel leuk dat je ook zeg maar ook wat lager ging onder de grond zowat, maar ik heb een soort van kuil gemaakt met water. Weinig decoratie, alleen maar boompjes eigenlijk. Toen kwam natuurlijk de leuke rit van de autotreintjes. Je ging een leuke rit langs allemaal themagebieden zoals het piratenthema. En langs het jungle thema, je ging langs kastelen, je ging langs een snoepeiland. En deze achtbaan was eigenlijk mijn lievelingsachtbaan, omdat het eigenlijk gewoon een kinderachtbaan is. Ik heb eigenlijk nog niet gezien dat mensen erin gaan, dus daar ga ik nu stiekem even naar kijken. Kijk, ze gaan checken. Ze zitten voorin, twee stoere mannen met pet op. Ze zijn blij, want ze lachen. Dan zijn ze sowieso blij. En ze gaan in deze kinderachtbaan, wat ik niet begrijp. Want ik had zoiets van, ja nou, in deze achtbaan gaan gewoon kinderen, maar ook ouderen. Nou, je ziet dat die over het golfterrein gaat, waar de mensen dus hun banenparcours maken. En de attractie vertrekt. Nou, zoals je ziet, kunnen we er even in zitten. Natuurlijk. Hartstikke leuk, naast die hoge heren. Gaat hartstikke hard. Het gaat helemaal niet hard, maar maakt niet, hij hoeft niet, hoeft echt niet. Ah! Ik ben vooral helemaal verliefd op het einde. Ik ben echt verliefd op het einde, dat je zo zeg maar door over die rots heen gaat, dat vond ik fantastisch. Dat vond ik echt het leukste van de attractie. Nou, dan hebben we natuurlijk die simpele koolmijn draaimolen, van zo'n kermisattractie, dat moet je altijd wel hebben. Dit was natuurlijk de grootste dark ride die we hadden, dat was die splash. Die boomstam splash met twee dalingen eigenlijk. Was ook wel best wel een leuke dark ride, want best wel simpel, maar wel een grote. Nou, hadden we natuurlijk hier ook, als we hier kijken naar de achtbaan, deze was ook fantastisch, want deze was een ging best wel hoog en dan heel klein. Al een paar treintjes, drie treintjes. Nou, dat ging gewoon lekker vlot. Met een mooie looping ook. Was gewoon best wel een heavy attractie deze hoor. Lekker vaartje blijft erin. Flinke dalingen. Houdt een lekker vaartje houdt hij erin. Heeft ook wel op zich een leuke layout. Ik vind het einde ook heel leuk met dat huisje hier. Dat vind ik altijd wel, dat is wel schön gelukt. Even kijken, nou daar hebben we nog meer attracties. Het lijkt of het donker wordt, maar het is een schaduw. Nou, het spookgebied. En ik ben deze attractie helaas verloren geraakt, want ik heb het spel niet opgeslagen. En deze houten achtbaan is eigenlijk nooit afgemaakt. Was ik eigenlijk nog niet tevreden over. Ik vond dit wel een klein vet stukje. Dat de achtbaan eigenlijk door alles heen ging. Dat was best wel compact, heel apart. Wel gaaf, dat stuk vond ik wel gaaf. Nou, dit was een beetje het park. Niet heel veel attracties. Natuurlijk ook de zweefmolen, zoals we hier zien. En natuurlijk het clowns. Het clownshuisje. Voor de rest mis ik ook natuurlijk de grote glijbaan. Die kunnen we niet missen. De mensen die op een matje gaan zitten. Oh, ze gaan niet op een matje zitten. Ze gaan gewoon glijden. Zo, dus wat wij nu gaan doen is gewoon het spel afsluiten. Nou, het spel niet afsluiten. De map afsluiten. En we gaan gelijk naar het hoofdmenu. En heel veel mensen hebben gezegd, ga carrière-mode doen. Dat is niks voor mij. Ik heb nooit wat gehad met de carrière-mode. En ik vind dat je dan niet echt mooi kan bouwen, vind ik. Ik bedoel, je moet wel een beetje je uit kunnen leven op een map. En bij carrière-mode is het gewoon attracties plaatsen.
en een doel halen. En mijn doel is altijd gewoon om een beetje een verzorgelijk mooi park te maken. En dat kost heel veel tijd. Meer tijd dan gewoon maar wat klikken. En ik vind dat veel leuker. Ik denk dat jullie ook dat te veel op YouTube zien. Carrièremodus. Ja, er wordt gewoon te veel gedaan. En ik denk dat dat... iedereen doet dat al. En ik vind dus dat... Dat het gewoon... Nou, ik ga eens even wat anders maken. We gaan er gewoon ook met paan gaan we eens wat anders doen. Het leek me leuk om die soort van... ik noem het Disneyland paden. Omdat het echt wel een beetje die hokjes hebt van Disneyland. En ik wil daar eens wat gaan... ik wil eens wat anders maken. Ja, dat leek me gewoon fantastisch. Ik vind dit er niet bij horen, deze kleur. Ja, ik zit me een beetje op te vreten. Ik denk dat het gewoon puur deze kleur wordt. En dat we eigenlijk iets vets moeten gaan maken. Ik kan dit niet wijzigen, omdat ik de eigenaar niet ben van het stukje pad. Dus ik kan dat niet wijzigen. Een beetje stom. Zo, dit maken we ook zo. Pad. Alleen maar pad. Je moet binnen beginnen met een pad. We kunnen wel een beetje een layout maken. Dat we zoiets hebben van, nou, we doen gewoon eerst een layout. Dat doe ik meestal even met paden. Zo, ik maak gewoon hier een soort van middenstuk. Waar mensen gewoon kunnen chillen. Dit laten we gewoon doorlopen. De pad. Is dit een beetje gelijk? Nee. Ik maak hem iets breder. Zo, er wordt een soort van cirkel. Met een fonteintje dadelijk. Dit zal het midden zijn. En dan zou je hierop dus dadelijk wat kunnen neerzetten. Ik weet nog niet wat. Misschien een fonteintje of zo. Of misschien een beetje bloemetjes. Ik denk dat het wel in orde komt. Ik denk dat ik daar wel wat leuks kan neerzetten. Ik weet wel, als ik dit langer maak, dan kan ik dit ook langer maken. En dan krijg je zoiets. Nou, misschien leuk als we nu eindelijk wel wat Main Street huisjes maken. Maar dat kost ongelooflijk veel tijd. En je hebt geen presets. Presets is dat je dan zeg maar klikt. En dat er dan een Main Street huisje tevoorschijn komt. Dus mensen willen eigenlijk dat ik gewoon een Main Street huisje compleet ga bouwen. Nou, dat kost echt veel tijd. We gaan er even voor zitten. Zo, zitten jullie ook allemaal goed op je stoel? Ik hoop het wel. Want het gaat misschien wel even langer duren. Dit vind ik ook fantastisch. Het is allemaal Disney, is dit. En dit is zeg maar de Main Street pack van Shy Guy. Shy Guy is natuurlijk echt een fantastische bouwer. Je kan hem opzoeken op internet. Is geen reclame hoor, dit. Maar hij heeft fantastische bouwwerken. En hij heeft... Dit is eigenlijk zijn texture pack, om het zo te noemen, in de Minecraft taal. En ja, het is fantastisch. Wat hij allemaal heeft gemaakt, is... formidabele, om het in een stromheid taal neer te zetten. Ik wil een beetje speelse Main Street, dus ik maak ook echt een beetje leuke raampjes en zo. Kijk, hier maken we gewoon dat je er even doorheen kan kijken zo. Leuk Main Street huisje, gewoon een lekker compact Main Street huisje. Ik maak hem geel. Ik weet niet waarom, kanariegeel. Omdat het kan, denk ik dan maar. Dat is eigenlijk mijn enige reden. Nou ja, als we dan zo'n... we hebben nou zo'n huisje gemaakt, half. Nou, er zit nog eens een roof op. De roof. Waarom geel? Dat moet geen geel. Dat moet grijs worden. En dan die zijkant moet dan ook grijs of zwart. Kijk, wat je dan meestal hebt... ik maak het even licht, want ik wil niet in het donker werken. Het moet denk ik wat hoger komen, de Main Street. Dus... ik kan ook niet echt een dak erop maken. Want ik vind dit nog wel echt bijzonder laag. Even kijken hoor. Roof. Waarom is dat maar één kleur? Dat ziet er niet uit. Nou, het staat wel leuk. Hè? Het is al een beetje simpel. Nou, dan moet ik nog even een vloertje vinden. Maar hier verkopen ze toys. Dat je niet denkt van, wat zullen ze daar verkopen, weet je wel. Het bord staat ook niet eens tegen de zijkant aan. Heel raar is dit. Books. Zie je, het staat er een beetje aan de voorkant. Nou, hier verkopen ze boeken. Ik vind het helemaal mooi. Nou, natuurlijk heb je ook zo'n richeltje nodig. Zo'n richeltje. Het klopt helemaal niet met de... zo moet ik het doen, sorry. Kijk, eigenlijk moet je dit weghalen zo. En zou je zo een huisje kunnen aankleden. Decors. Je kan er zelfs nog een... dakje een puntje opmaken. En een cornerspit zelfs. Het is zo gedetailleerd wat je kan maken. Je kan nog zelfs randjes maken eromheen. Het is ongelooflijk wat je niet kan aanbrengen in het spel Rollercoaster Tycoon.
Nou, dat ziet er wel leuk uit zo, hè? Ik probeer ook maar wat, hè? Ik ben nooit echt van Main Street huisjes bouwen. In Rollercoaster Tycoon 2 wel. In 1 niet. Dit zijn balkonnetjes. Ook heel schattig, kijk. Het ziet er zo niet uit, omdat het natuurlijk laag staat. Het kan in principe wel nog. Maar het is raar. Het is gewoon raar, omdat het hoger hoort te staan. Dus wat ik nou doe, is dat ik het raam hoger plaats. Even zoeken. Kijk, we zouden dus de tak moeten even weghalen. Ik maak gewoon nog een verdieping erop. Zo. Waarom groen? Dit is ineens weer groen. Nou, ik maak het geel, want hiervoor hadden we ook geel. Zo, ik plaats er gewoon 3 ramen. En dan zouden we eigenlijk dat stiekem dat balkonnetje moeten pakken. Die stond helemaal bovenaan. Nou ja, bovenaan van die texture pack, om het zo te noemen. Balkonnetje. Dat doen we dan een andere kleur. Ik laat het rood terugkomen. Een beetje speelsrood. Zo. Dan gaat hij wel flink door de decoratie heen. Dus dat is eigenlijk zonde dat ik dat heb gedaan. Maar dan laat ik hem bij die staan. Nou, dat ziet er fantastisch uit, toch? Ik vind het wel leuk. Kenari, jongens, hoe lang ben ik nou bezig aan dit? Te lang. Oh, kijk hoe schattig. Donald zien we. En we zien nog meer. We zien namelijk Goofy. En Goofy staat ook bij de ramen. Echt een Disney uiterlijk heeft dit. Ik wil nog een heel leuk vloertje. Maar dat vloertje zal in een van deze Main Street staan. Trouwens, dit is ook heel schattig. Je kan nog hier een extra ingangsdak maken. Maar dat kan weer niet, want je hebt dat ding staan aan de balkon. Let op. Meestal moet ik 3 keer, maar nu moet ik 1 keer niezen. Excuus daarvoor dat ik niet 3 keer moest niezen. Ik heb mijn best gedaan, ik probeerde 3 keer te niezen, maar het lukte niet. Grijze lantaarnpalen. Grijs is lelijk, grijs is ugly. Waarom maken we niet gewoon roze lantaarnpaaltjes van? Om de kant. Dus 1, 2, 1, 2. Nee, wacht even. 1, 2, 1, klik. 1, 2, 1, klik. Kijk, nu staat het mooi verdeeld. Zo. Een broken lamp. Waarom zou je die broken lamp willen doen? We hebben geen gebroken lampen in het park. Waarom zou je dat doen? Pet cover. Oh, wat leuk. Oh, blijkbaar heb ik het Main Street huisje dus niet goed geplaatst. Dat zie je, want het pad komt niet overheen. Ik had het allemaal 1 keer moeten opschuiven. Oké, weet je wat we doen? Dit is gewoon een gesloten Main Street huisje. Ik weet niet hoe we dit gaan doen. En hoe we hem laten sluiten. Maar dit klopt al helemaal niet meer, zeg maar. Zonder dit. Ik zou lekker dit kunnen doen. Zo. Gewoon lekker YOLO. Ik heb geen zin om hem allemaal aan te passen. Zo, hoppakee. Main Street huisje klaar. Nou, we hebben er 1 gedaan in 10 minuten. Yeah! Nee, dat schiet toch niet op, joh. We gaan eens verder aan de natuur. Want ik moet dat park moeten wel verder gaan bouwen. Dus ik gebruik gewoon even het bosje. Ik weet het, jongens. Jullie weten dat ik een fetish heb voor dat bosje. Maar het bosje is mijn grootste vriend. De stenen ook trouwens, overigens. Dat zijn echt hele mooie objecten. Als ik op een gegeven moment een mooi object heb gevonden, ga ik die ook gewoon veel gebruiken. Dat is dan een beetje mijn nadeel. Nou, ik gebruik gewoon heel veel gras eromheen. Ik vind dat maakt het af. Dat maakt het minder kaal. Gewoon een leuk bosje. Ik vind het ook gewoon leuk. Nou, we weten wat hier in het midden zit. Is dat zo? Nee, er zit geen midden meer in, omdat ik het pad heb aangepast. Dus ik doe het pad weer zoals origineel. Zo. Is het nou weer goed? God, jongens. God non de ju. God non de ju, zeggen we dan. Het lukt me wel. Geef me gewoon even tijd. Het is ook jammer dat ik dat pad weer. Ja, oké, okay, zo. Ja, ik zei niks. Nou, we hebben de midden. Yeah! Goed zo, het is weer helemaal gelukt. Ik had nooit dat moeten veranderen in het begin. Het midden. En in het midden komt een object te staan. En als we gaan sorteren, dan sorteren we op niks. Want ik wil gewoon even alle objecten zien. Ik zat verkeerd. Ik wil een fontein. Ik wil een wat grotere fontein. Ik wil gewoon iets leuks wat we binnen kunnen zetten. Wat dacht je van een windmolentje? Ik wil een windmolentje. Holy crap. Dit is mooi. Dit is trouwens wel gaaf voor een eerste attractie. Ik weet dat het een beetje ver gezocht is om nu al een attractie te maken. Want ja, kijk. Ja, je zou die... Ik wil het gewoon eens proberen. We gaan hem gewoon plaatsen. Daar zo.
Oh, hij verdwijnt ook, zie je? Wow. Harry Potter. De gondoletta schijf, daar klikte ik net op. En dat wou ik niet. We gaan even verder kijken. We moeten wat in het midden plaatsen. Ik ga gewoon zoeken. Ik hoop dat jullie ook iets zien. Dat jullie zeggen, want dat object moet je gaan kiezen, Vincent. Ik zou trouwens even mijn map opslaan. Want wij noemen het... Hoe zullen we het noemen? We hebben nog geen naam voor het park. Forrest Gump. Ik weet dat het van een film is. Ik weet het serieus. Ik weet het, jongens. Beschuldig me niet, maar ik vind dat best nog wel... Het heeft nog wel een beetje een naam van dat we echt een natuurgebied gemaakt. Ik ben sowieso... Ik vind natuur hartstikke leuk om te maken, trouwens. In zowel Minecraft als rollercoaster eigenlijk. Wat? We kunnen ook gewoon een flinke dobbelsteen in de midden zetten. Het heeft geen nut, want waarom zou je een dobbelsteen in de midden van... Ja. Misschien is het een logo. Ja, misschien is het wel het logo van het park. Misschien staat het wel op een dobbelsteen. Kijk. Dit past net. Het past net. Het is echt... Waarom is het zo groot? Ik snap het niet. Ik zet die grote objecten gewoon uit. Het is allemaal zo groot. Als je een object wil plaatsen, moet het gewoon een beetje compact zijn. Ik heb zoiets als een stenen hoofd. Het ziet er hartstikke leuk uit. Kijk, dit oogt veel leuker. Waarom moet het dan weer zo anders? Ik snap dat niet. Je hebt ook helemaal geen leuke objecten. Ik weet het, ja, ik weet dat ik naar die gedownloaden moet kijken. Want, ja, die stomme zooi van... Oh, dat is ook leuk trouwens. Ja, je kan zoveel doen. Ik ga geen detail bouwen, want dan ben ik... Over 10 afleveringen heb ik nog alleen die Main Street af, zeg maar. Dat is echt zo. We kunnen ook gelijk het resort plaatsen van Disneyland. Dat is misschien nog beter, hè? Want ik wil echt Disneyland een beetje niet nagebouwen. Dat kan je nooit doen. Maar we hebben hier wel ontzettend leuke Disney dingetjes. Moment. De Main Entrance. Kijk, die hebben we nodig. Laten we zeggen. Dit gaat weg, dit ding. Maar dat kan niet, want dat is de ingang van het park. Dus laten we zeggen. Klik. Klik. Ja, dit kan al niet meer. Er zit geen midden in. Of wel? Jawel, dit is het. Oké, dit is een heel raar park aan het worden. Ik ga mijn best doen. Om normaal te doen dit. Oké, we gaan echt Disney van maken. Gewoon met die leuke... Dit kan! Ja, dit kan. Park and Trace sign. We hebben signs. We hebben ook een Tinkerbell roof. Oh, die staat wel heel cute hierboven, hè. Maar dan zie je dat gebouw niet meer echt goed. Maar het hoort er wel een beetje bij, hè. Het hoort erbij. Hier bovenop gewoon een flinke... Het hoort er wel bij. Ik vind het wel heel leuk uitzien als je het zo doet. Het is wel gewaagd. Dus we halen het weg. Sorry, ik ben misschien de zeikert. Nou, ik wil dat Disneyland wil ik ook neerzetten, dat grote hotel. Dat is één object, dus dat scheelt. Maar je hebt zeg maar Annex Left en Annex Right. En dan moet ik even kijken hoe dat precies met elkaar zit. Want je hebt ook in het midden. Even kijken hoor. Je hebt hem volgens mij ook compleet hoor. Disney Legends standbeeld. Moet dat niet hier in het midden? Ik snap er niks meer van. Ik maak het weer te moeilijk voor mezelf. Wat is dit dan? Dit is ook geen object of zo. Part 3. Annex left, Annex right. Central. Hoe moet dat plaatsen dan? Zo? Nee toch? Ik vind dat raar. Left of right. Misschien hebben we nog meer. Wacht, we hebben nog meer Disneyland dingetjes. Dat is als je gedownload objecten hebt, weet je. Dan weet je op een gegeven moment niet meer wat je nou precies allemaal hebt. En wat je nou... Hier, Disneyland Hotel Parijs. Arsh. Hier, je hebt Disneyland Hotel Lightning. Nou, de lightning effect hoeft niet. Arcade. Dat zijn poorten en zo. Oh, hebben we niet gewoon de main entrance. Main entrance arcade. Is dat hem niet? Fuck. Nou, hadden we dit ding weg, want dat werkt toch niet. Dat is toch, wordt elke keer weggetoverd door Harry Potter. Main entrance. Ik had... één object. En dat was het hele resort. Maar nu hebben we rechts en links. En ik snap hier niks van. Dit is net een puzzel, zeg maar. Van ja, je weet niet hoe je moet plaatsen. Want ik kan
Ja, ik kan deze hier doorheen doen. Het ziet er niet uit, zeg maar. Ik snap... Oh, waarom maak ik het zo moeilijk? Ook voor jullie. Ik maak het ook moeilijk voor jullie, jongens. Oh, sorry, dat was echt niet de bedoeling. Anders moet ik gewoon maar doorgaan en dan moet ik dit later maar uitzoeken als de opnames voorbij zijn. Ik denk dat we dat gaan doen. Want zo komen we geen steek verder. Nou, we hebben in ieder geval wel een Disney figuurtje. We hebben al een beetje een pad. We kunnen dat pad even verder maken, anders hebben we niet zoveel gedaan deze aflevering. Daarom zeg ik, je moet je tijd nemen als je een beetje mooi park. En ik ben nog wel een beetje mierenneukerig. Dat ik wel een beetje puntjes op de i probeer te doen, weet ik, dat het nog een beetje eruit ziet. Nou, hier kom je uit dat hotel bewijzen, dus dan zou je eigenlijk hier zo'n grote pad moeten hebben. Disneyland bestaat heel veel uit pad. Ik kan het weten, ik ben er pas geweest. En het is alleen maar lopen, lopen, lopen. En ik baal ervan dat ik gewoon dat object nu niet kan vinden. Ik baal ervan. Weet je wat, jongens? Ik ga de video afsluiten. En dan ga ik gewoon, zeg maar, heel goed zoeken. Ik ga lekker op mijn gemakje bouwen eventjes. En dan ga ik gewoon kort en krachtig even het kasteel netjes opzetten. En in de volgende aflevering gaan we verder met bouwen. Ik beloof het jullie. Bedankt voor het kijken naar aflevering 21. Excuus nogmaals dat het een beetje langzamer ging. Ik doe mijn best. Doei doei, salut!